Hallo en welkom bij Missie Visvoer, aflevering 1. Het is nu 2 uur 's nachts en we gaan haring eten. Haring. Hollandse Nieuwe. De Hollandse Nieuwe, sinds 6 juni verkrijgbaar. Het is nu? Ja, 9 juni. Ja. Ja. We zijn nu 2 uur diep in 9 juni. Het is de... Nou, je ziet hem nog niet. Maar het is de haring van Kant, aan de kant uit Obeierland. Ik weet niet of dat je iets zegt. Mij niet, want... Ja, ik vond hem vorige keer lekker, dus... Ja. Ik eet geen vis. We hebben geen intro gedaan dit keer. Ik eet geen vis, dat is het idee. En ik ga vis eten in Missie Vis voor. Ja. Was dat wat je verwachtte? Ja. Okido. Dus begin ik. Even wachten, ik ga hem even, misschien even uitzetten. Oké. Dus Dennis, jij gaat eerst eten. Ja. Voordoen wat ik moet doen, want... Wil jij de kleinere? Hoppakee, ik denk dat ik daar geen probleem mee zal hebben, moet ik eerlijk zeggen. Ik neem hem met uitjes. Ja, ik doe het. Ik weet ook niet hoe dit traditioneel moet, maar het is gewoon happen. Zo. Ik haal gewoon veel eitjes. Ik heb er genoeg bij me. Die zult er ook genoeg hebben. En dan is het gewoon bij het staartje pakken. En, oh. En hij is lekker vet, dus... Oké, dus er is geen manier om dit echt te doen met een bepaalde klas of zo. Nee. Het is gewoon, normaal zou je dan voor zo'n haringkar en dan zo... Ah. Ja. Dat is hoe het werkt. Oké. En nu moet ik even mijn handen afdoen voordat ik de camera overpak. Oké, dus... lekker. We hebben de aanslag gekeken. Dat was best een oké film. Dit is een soort aanslag voor jou nu. Ja, daarom. Het past wel bij. Het is... Ja, de buren hebben de haring voor mijn huis neergelegd. dat is een referentie voor de paar mensen die de aanslag hebben gezien. Of gelezen. Ik denk dat meer mensen... Ik vraag me af of ze nog steeds op middelbare school in ieder geval. Ja. Ik denk hoeveel dat de film gekeken wordt daardoor. Ja. Als ze moeten lezen. Ja. Waar zijn wij speciaal in het feit dat we eigenlijk geen enkel idee hadden over het verhaal van deze? Ik heb nooit gelezen. Ik ben niet zo... Ja, ik heb genoeg van Hermans gelezen. Ik heb niets van Moeders gelezen. Ik heb delen van Ontdekking van de Hemel gelezen. Ik heb maar een boekje nog van liggen van Kai, ook van Moeders. Sorry, ik heb het niet gelezen, Kai. Ik kon Moeders niet aan. Kom niet aan. Ik weet het niet. Ja, hij voelt zo humorloos. Ja, ik bedoel niet in het... Ja, maar tegelijkertijd niet zo. Misschien gewoon een beeld wat ik heb van de man. Want ik mocht de man nooit in interviews. Dat is het probleem. Dat is het volgens mij gewoon, hè. De man was gewoon van... Ugh. Ja, wie is deze vogel die een raar smakkend geluid maakt? Ja, maar ook gewoon... Serieus, hij wordt al opgehemeld en kreeg altijd prijzen door mijn hele jeugd. En ik dacht van, ik mag hem niet. Ja. Ik weet niet. En ik heb daardoor ook, weet je, wanneer ik woorden uit zijn boek las, las ik het altijd in zijn toon, om het zo te zeggen. Gewoon wat ik bij hem voorstelde, was dat ik van, wel, dat prikt natuurlijk zijn zak. Ja. Moeders is de haring. Nee, nog niet voor mij. Ik vind het. Moeders is... Oké, okay, nou, ga je handen wassen en dan... Je hebt hem aangeraakt, Roy. Ja, weet je wat ik... Je kunt het ook nog snijden als je het liefst dat liever wil, maar... Nee. Ik doe het wel gelijk met uien. Want ik weet dat ik uien wel lekker vind. Hollandser dan dit kan niet. Integratie. Welkom in Nederland. Ik heb geen. Dit is niet half zo erg als ik had verwacht. Dat is al. ik waardeer ook de ui. Maar het is niet zo erg als ik had verwacht. En ik dacht echt dat dit een. Directe sprong het diepe in zou zijn, om het zo te zeggen. De haring valt tot nu toe mee. Ja, een goed shot trouwens.
is wel heel vettig. Ja. Niet gek op, maar... Het is inderdaad, haring is de vette vis. Ja. Maar ja, het is niet zo slecht. Ik had echt verwacht dit echt te haten, namelijk. Okay. Ja, laten we dat wel... Ja. En... Ja, nee. Het is... Een verrassend punt voor Missie Visvoer tot nu toe. Ja, ik bedoel, vooral als we meer setup hadden gedaan over hoe ik echt vis haat. Ja, ja, je zag er echt tegenop. Oh ja, we hebben letterlijk een film van 3 uur gekeken, zodat ik het niet gelijk hoef te proeven. maar ja, nee, ik haatte dit niet, dus ik dacht, ja. Oh. Nou. En hebben we hier een woord voor, een visrader? Ja, is het een aanrader? Nee, maar dit gaat niet om of het een aanrader is. Nee. Dit gaat gewoon om... Kan ik dit aan? Ja, en leer ik of... Leer ik vis waardeer ik vis toch meer dan ik had verwacht. Want het is... Je denkt vanaf... Weet je wel, op een gegeven moment denk je jezelf wel door te hebben. Dat is wel eigenlijk wel van... Ik ben een persoon die niet van vis houdt. En weet je wel, we proberen dat niet te doen. Ja. Het is ook... Ik weet niet, dat is eigenlijk het. Ja, dat is nu het spannende ook van de nieuwe aflevering inderdaad, van wat gaat er... Het zijn allemaal dingen die ik... Het is een, kijk, Missie Kavoer zijn het allemaal dingen die je nooit op hebt. En we weten wat je mening erover is. Maar hierbij, ik heb mijn mening al. Ik haat het allemaal. Dat is mijn mening. En kijk of dat ook daadwerkelijk het geval is. Want tot nu toe blijkbaar al niet echt. Het is... Ik bedoel, is haring iets wat ik nu, weet je wel, met Koningin de Dag ga staan happen voor een vis? Nee, maar dat is sowieso niet de persoon die ik ben. Dus wie weet... Ja, maar het is eigenlijk zeker een vrij filosofisch programma, want het is nu, ik ga mijn dogma's bevragen, betwisten, onderzoeken. Ja, dus, ja. En dat is wel een beetje het ding. Maar het is ook, weet je, het is makkelijk, denk ik, om jezelf te belimiteren, om gewoon te zeggen, ja, ik heb helaas geen waardering daarvoor. Maar het is ook eigenlijk niet waar, want het is ook met films en zo, waar ik het vaak, weet je wel, met mensen over heb, met mijn ouders bijvoorbeeld, dat mijn ouders niet begrijpen dat ik naar een horrorfilm zou willen gaan, Cabin in the Woods. Meer comedy, maar... Nee. En ik was, ja, maar ik hou niet... Ik hou van goede films. Ja. Dus, en ik kan wel dan zeggen, ik ben niet echt een horror persoon. Dat ben ik ook niet echt. Maar een goede horror is nog steeds een goede film. Dat is waar. En zo... Dus ook hier. Ja. Ja. En is het ook nog een onderdeel van dat je... gaat proberen een soort lijstje te maken uiteindelijk of zo? Of dat je denkt van... Tot nu toe... Haring op 1. Dat is de lijst. Ja, er komt ook een lijst, ja. Ja. Maar verder... Ja. Oké. Okay. Dit, ja. Ja.